Goedemorgen, het is 3:30 en wij zijn wakker, want we gaan zo meteen naar het vliegveld om naar Lapland te gaan. Hey man, wil jij er nog korenwijn en een potje halen? Zo, we zijn onderweg naar de gate en het is nog steeds vroeg en Mel ziet er super sexy uit. Goedemorgen! Nou, we zijn aangekomen in Rovaniemi en we gaan nu naar Sinterklaas. Oh nee, de kerstman. Daar heb ik wel veel zin in, lijkt me leuk. Zo creep, hallo. Ben ik weer. Nou, we zijn er en we gaan nu de Poolcirkel inlopen, kom. Wow, heftig dit. Arctic Circle. Ja. Wat is dat precies? Nou, ik heb net uit betrouwbare bronnen gehoord dat hier eigenlijk dus de begint, zeker, heb je dat zo gezegd? Oh ja. Ja, dat was het een dus beetje. Dit is de rand van een heel groot dus vogelgebied. Hier zitten we nog in het gewone gebied en dat is het poolgebied. Dit is spannend. De kerstman. We gaan naar de kerstman. De muur van Awkward zijn kerstmanfoto's. Ik kan jullie zien op de foto met de kerstman. En weet je wat we nu gaan doen? Lunch. Vind je het gezellig? Ja, hartstikke. Ja. Dus we staan hier voorbij de Arctic Circle op de Noordpool. Het is hier min op dit moment, min ik weet niet veel. Min 2 stond. Min 2 hoor ik even. Ja, samen met mijn dochter. Doen we allemaal dit soort avonturen. Dus ze zal het vast nog wel even meer vastleggen op de vlog. Zo, we zijn aangekomen bij onze huisjes. Het is hier echt super cute en onze huisjes staan echt recht onder de piste. Dus dat is leuk. Ik ga nu snel mijn skibroek aandoen, want ik vind het wel echt een beetje koud hier. Dus skibroekje aan en dan lekker de buurt een beetje verkennen. Super cute huisje. Hier is ons bed. Tafeltje. Keukentje. Open haard. Zo, en hier is onze badkamer nog. Onze prachtige douche zonder douchegod. En hier is onze eigen sauna. Zo, is het koud? Nee. Met muts op niet. Met muts op niet. Ik vind het sowieso wel meevallen. Ja. Lekker. Zo, we hebben net boodschappen gedaan. Een klein fortuin aan snacks gekocht. Ja, het is hier niet heel goedkoop of zo. Nee, het is niet. Vond jij het hier goedkoop, Mel? Nee. Voor 2 van deze tasjes met een beetje gewoon chips en zoutje en zo waren we echt 30 euro kwijt. Echt bizar veel geld. We hadden gehoord dat het eten van snacks heel belangrijk was in Finland. Dus we hebben een lekker grote snack gekocht. Wat heb jij nou weer gekocht? Zoekje in plaats, nou ja. De taas, die hebben altijd trek. De taas, die hebben... Oh, kijk. Lekker. Hier, doe je even een hapje proeven voor ik... Kijk, zo werkt dat. Aasgieren. Oh. Ja, lekker. Hier, Robin, jou bevoren. Heb je heel veel zorgen. Ja. Best wel hard. Je komt niet echt goed over op video altijd sneeuw, maar het sneeuwt echt best wel hard. En er ligt ook best wel veel sneeuw al, maar er ligt er dus nog meer sneeuw. En
thuis vind ik sneeuw echt niet relaxed. Maar hier vind ik het echt zo mooi en zo leuk of zo. Dus altijd op wintersport, dan vind ik sneeuw heel leuk. En dan als het thuis sneeuwt, vind ik het eigenlijk gewoon maar irritant. Het is al heel wat uurtjes later. We hebben een paar snackjes uit de supermarkt al op. We zitten gewoon een beetje te chillen in het huisje nu. We gaan zo meteen eten. Maar we hadden eerst nu eventjes 2 uurtjes of zo voor onszelf. Ik heb geprobeerd om de sauna aan te krijgen. Maar ik kreeg hem niet aan. En nu weet ik eigenlijk hoe die werkt. Maar we gaan nu zo weg. En het duurt 1.5 uur om hem op te warmen. Dus dat heeft geen zin meer. Maar voor morgen weet ik nu hoe die werkt. En we gaan zo meteen gewoon hier bij het hotel wat bij deze huisjes hoort. Gaan we lekker eten. Voor degene die het zich afvragen. Ik ben dus in Loesto in Lapland. En ik ben hier met mijn ouders. Met mijn zusje, met mijn neef en zijn vrouw. En met mijn vriend Robert. De eerste dag in Finland zit erop. Wij gaan lekker slapen en tot de volgende video. Doeg! Daan, die staat erop!